Je kunt de beste band in de wereld zijn, maar als je geen hit hebt, dan is niemand in je geïnteresseerd. De Iering wilde die Amerika veroveren vanaf 68. Toen zei ik, jongens, laten we eerst maar Duitsland veroveren. Wie droomt er nou van om succes in Duitsland te hebben? Daar willen we zijn. We willen gewoon in Amerika spelen. Het is gewoon een jongensdroom. Het werkprocedé was volgens mij hetzelfde. Gewoon repeteren, een studio in gaan, een aantal tracks opnemen en kiezen welke track het beste was. Reda Love, briljante song met een briljante tekst. Nou, dan zie je wat er gebeurt. Toen werden opeens limo's en alles een beter hotel gehad. Merk je aan je hotels, aan je vervoer? Ja, je voelde wel dat daar veel meer potentie in zat dan in de vorige albums. En een mooie vormgeving en goede teksten en te gekke nieuwe nummers, inventieve nummers. Toen het echt het balletje ging rollen, waren we natuurlijk van... het heeft even geduurd, maar we zijn er. Red our love.